Het weerbericht van donderdag 4 juli 2019 voor Boerenbusiness. De maand juli is begonnen, de maand juni ligt achter ons en dat was weer was gebruikelijk een erg warme maand, de warmste ooit gemeten in Nederland. Maar niet in Nederland lag de temperatuur ruim boven normaal. Dat was ook in heel Europa het geval, sterker nog in het grafiekje naast me zie je zelfs wereldwijd was de maand juni de warmste ooit gemeten. We zaten zo'n 0,5 graden boven normaal. Nou klinkt dat heel weinig, maar wereldwijd gezien is dat toch wel een behoorlijk stuk? En dat kun je ook mooi zien in die grafiek uh, naast mij. Het oude record is meteen ook verbroken met uh, een tiende graad. Um, maar we hebben toch nog wel wat koudere records. Afgelopen nacht bijvoorbeeld uh, was het de koudste juli-nacht in de tijden. Want in Twente kwam het zelfs tot grondvorst min 1,6 graden. Nou, dat gebeurt niet vaak in de maand juli. Dus dat wou ik toch nog eventjes aanstippen: dat we soms nog wel eens eventjes een koudere koor hebben. Um, het lijkt toch allemaal weer iets warmer te gaan worden de komende tijd. En dan heb ik het echt over het weekend heen. Want komend weekend ligt de temperatuur tijdelijk nog eventjes wat lager. We zien toch een uh, hoog drukgebied vanaf de Azoren. in de loop van volgende week richting onze omgeving uh, schuiven. Uh, dat zorgt toch nog steeds voor uh, behoorlijk uh, stabiel weer. Met geringe neerslagkansen. Misschien dat er zaterdag ergens een beetje regen gaat vallen. Maar goed, meer dan een millimeter lijkt dat niet te gaan worden. Uh, richting de tweede week van juli. Uh, Begin derde week van juli zou dat hoge drukgebied wat meer kunnen gaan settelen boven het Europese continent. Dat betekent dat in West-Europa allemaal wat warmer gaat worden. We zien dat ook op de lange termijn terugkomen: dat we dan weer in het binnenland op veel plaatsen wel 25ers kunnen gaan halen. Dus echte koelzomerweer, cool dat zit er voorlopig ook niet in. Belangrijker puntje is toch wel weer de droogte. We zaten eigenlijk wel een beetje op de goede weg. Dat de droogte afnam, vooral begin juni met flink wat buien. Maar we zien inmiddels toch al op het kaartje met het neerslagtekort dat we landelijk op zo'n 120 mm tekort zitten. En over 14 dagen dat we waarschijnlijk naar zo'n ruim 150 mm gaan. Dat is het landelijk gemiddelde, want vooral het oosten van het land steekt daar toch wel bovenuit. Vooral de zandgronden en de hoger gelegen delen, die zijn allemaal uh, veel droger. En misschien dat we wel weer eens richting de 5% droogste jaren gaan aan het einde van juli, als deze maand heel weinig neerslag gaat opleveren. Ehm uh, Ernstiger is de toestand meer richting Duitsland. We zien ook de elbe ontzettend laag staan. Uh, op 27 augustus uh, 2018 stond hij op 46 centimeter. We zitten inmiddels al op bijna 52 centimeter dit jaar. En hij is nog steeds aan het dalen. Vooral... Oost-Europa heeft te maken met behoorlijke droogte. Het westen van Polen. Zelfs in Litouwen is de noodtoestand afgekondigd vanwege de extreme droogte. En als we naar de verwachting gaan kijken naast mij. Dan zien we vooral de Baltische Staten de komende 14 dagen. toch wel het een en ander aan regen. Dus dat zal wel wat verlichting gaan op, uh, opleveren. Maar toch in onze omgeving, de Benelux. Uh, de grote delen van Duitsland en West-Polen. weinig regen hoor, nog de komende 14 dagen. Dus daar zullen de omstandigheden toch langzamerhand nog wat verder gaan verslechteren.